Ken je dat? Dat je blij wordt van je eigen werk? Ik hoop het, want het is echt een goed gevoel. We zijn een aantal dagen aan buffelen geweest, maar we hebben de winkel weer oppie toppie klaar. Alle kunstenaars hebben weer een ander plekje en we hebben alles weer keurig opgeruimd, gesorteerd en bij elkaar gezet. Erg leuk om te zien dat dan meteen andere dingen bij het publiek aandacht krijgen. En dat is nou juist wat je heel graag wil. Dat mensen weer nieuwe dingen zien. En dat terwijl er eigenlijk niet heel veel nieuwe kunstenaars zijn. Al hebben ze natuurlijk wel nieuwe dingen gebracht. Het is gewoon leuk om te zien welke variatie je kan bereiken. Hoe de dingen bij elkaar passen. En hoe soms iets ineens er heel anders uitziet als je het op een andere plek zit. Wat dacht je van deze beelden van Ben Berns? Zijn je vast nog niet opgevallen? Of misschien de vogelhuisjes die nu ineens op een ander plekje staan en daardoor weer een heel ander uiterlijk hebben en hartstikke mooi uitkomen met het schilderij wat erachter staat. En dan gaan we eens even verder kijken. Ook in deze hoek is het een en ander veranderd. Kan je dan wel zien dat we weer een paar nieuwe schilderijen hebben? Deze zijn van Arie Reurekas. En we hebben hier natuurlijk de zeegezichtjes van Mieke Langveld. Ook de tassen hebben een ander plekje. Gewoon om eens te laten zien dat het ook anders kan. Het is hartstikke leuk. En dan hebben we hier Glasatelier Breekbaar. Als je morgen toevallig in de winkel komt of daarna, dan zal je zien dat de schilderijen die daarboven hangen morgen verdwenen zijn. Want dan krijgen ze een ander plekje. En hier hebben we natuurlijk de aquarellen, de vogeltjes, Martin Langezaal, de bekers van Basalt. Spullen van Pressy from Nature, allemaal van drijfhout gemaakt. De piano die u vrij kunt komen bespelen. En dan natuurlijk aan deze kant ook weer een nieuwe etalage, niet te vergeten. En de beeldjes van keramiek bij Pien. De middenetalage laat ik nog niet zien, want die is natuurlijk ook vernieuwd vanwege kunstetalages die morgen aan de gang gaat. De beeldjes van Betsy Rumen nog even wel. Kortom, we hebben weer een hele nieuwe indeling, nieuwe spullen en ik heb er plezier in. Ik ben blij dat ik dit werk mag doen en dat ik al deze kunstenaars mag helpen. Komt u ook binnenkort langs?